Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe jullie pompoenpuree moet maken in een oven. We hebben de oven voorverwarmd op 200 graden. Dus we gaan beginnen met een pompoen. We gaan eigenlijk de pompoen mooi het hoedje eraf snijden, recht naar beneden. En dan gaan we met de lepel mooi het binnenste eruit halen. Die zaadjes die kunnen we nog gebruiken ook in de keuken voor wat anders. Dus als je dat mooi droogt en poft met wat zout, dan is dat super lekker ook als afwerking op een bord. De pompoen die gaan we op de ovenschaal plaatsen. Kruiden van binnen, dus met peper, zout, een klein beetje curry. Curry en pompoen, ik vind dat een hele lekkere combinatie. Laurier. Nu gaan we de ui heel mooi fijn snijden. De ui mag er ook in. Ook. Ik ga eigenlijk alle groentjes heel fijn gaan snijden. Waarom? Zodanig dat eigenlijk alle groentjes al hun smaken mooi af heeft tijdens het bakproces. Ik ga de worteltjes heel mooi gaan fijn snijden. Worteltjes mogen er ook in. Dan hebben we hier groentebouillon. Groentebouillon, dat hebben we al eens gemaakt in een vorige uitzending. Dat kunt u terugvinden op firstclass.tv. Groentebouillon in de pompoen. We gaan het hoedje er terug op zetten, zodat alles mooi afgesloten is. En nu gaan we dat gedurende 30 minuutjes in een voorverwarmde oven plaatsen. Dus de pompoen die heeft ongeveer 1 uur in de oven gezeten op 200 graden. Dus die is mooi gaar, mooi zacht. Nu gaan we het deksel er mooi afhalen. En je ruikt alle ingrediënten. Het ziet echt super lekker uit. Alle vocht is eigenlijk ook volledig verdampt. Dus eigenlijk alles zal mooi sappig zijn. Dus eigenlijk heel simpel. Met een gewone lepel gaan we eigenlijk alle vruchtvlees eruit halen. De blaadjes, juist de blaadjes laurier, die gaan we eruit halen. Die gaan we niet mee mixen. Een klein beetje groentebouillon aan toevoegen. Olijfolie. Alles heel mooi mixen. De puree die is mooi glad. Nou, mooi gaan passeren door een fijne zeef. Een beetje bijkruim. Je proeft echt wel lekker. Je proeft echt wel alle smaken. Dus de wortel komt er mooi uit. De laurier. De curry. En vooral ook de pompoen. Die is eigenlijk zeer puur. Pompoenpuree. Gegaard in de oven. Dit is een basispuree dat ik ga gebruiken in een volgende aflevering van First Class. Alle receptuur vindt u terug op firstclass.tv. Smakelijk, tot de volgende keer.